Idris Ali vluchtte 2 jaar geleden vanuit Eritrea naar Nederland. Hij had amper contact met anderen en leefde van een uitkering. Totdat hij een paar maanden geleden terechtkwam bij de Wognumse hovenier John Komen. Ik vind het leuk, collega. En beter dan uitkering. Idris is een van de deelnemers van een project van arbeidsbemiddelaar Werkzaam. In plaats van 2 volle dagen naar school om in te burgeren, krijgt hij nu 's avonds en in het weekend les, waardoor hij fulltime kan werken. En dus heeft hij geen uitkering meer, leert de taal sneller en integreert beter. Ik heb een vluchteling en die heeft mij gebeld na 3 maanden. Wanneer kom je bij ons een bakje doen? Dat is natuurlijk op z'n West-Friese een bakje doen. Nou, dat is natuurlijk heel mooi om te zien. Ook bij het hoveniersbedrijf zijn ze blij met hun werkkrachten. In deze drukke zomerperiode hebben ze altijd meer mensen nodig en kozen bewust voor vluchtelingen. We willen mensen een kans geven om sneller te integreren. En door deze jongens in dienst te nemen hebben we dat zo gedaan. Ja, waarom doen ze dat niet overal? Ja, dat vraag ik eigenlijk ook af. Het is echt een meerwaarde. Nu zullen er ook wel mensen denken, die vluchtelingen zijn natuurlijk lekker goedkoop. En daardoor komen andere mensen niet aan het werk. Hoe zit dat? Nee, dat is niet goedkoop. Er is geen subsidies of zo. Ze krijgen gewoon net zoveel betaald als de andere werknemers die hetzelfde werk doen. Ja, absoluut. Zeker. Ik vind het leuk ook weer contacten met Nederlandse mensen. Ja, ik leer heel veel dingen van werken.